Dus jij bent een fanatieke gamer en je wilt graag een game PC aanschaffen. Leuk, maar waar moet je precies op letten? Dat vertellen we je allemaal in deze aflevering. Welkom bij bol.com Sterren Reviews, waar we aan de hand van jullie reviews producten gaan beoordelen. Want bol.com staat helemaal bol van de geweldige reviews. Ik ben Quinten. En ik ben Simon. En vandaag gaan wij het hebben over gaming PC's. En of je nou een fervent gamer bent of maar één keer in de maand Call of Duty speelt. Wij hebben iets voor jou, want we hebben drie verschillende game PC's in verschillende prijsklassen voor verschillende type gamers. Als instapmodel hebben we de AMD Ryzen 5 5500 game PC. Als allround model hebben wij de Lenovo Legion T5 i5 11400F game PC. En als hardcore model hebben we de HP Omen GT 21017ND game PC. Om jou op weg te helpen welke van deze drie bakbeesten jij moet kiezen, gaan we ze vergelijken op het gebied van gebruik, design en specs. Na het kijken van deze video weet jij dus precies waar je op moet letten bij het aanschaffen van je game PC. En wil je nou weten hoe deze PC's het doen op de allerhoogste settings met de dikste games, blijf dan ook kijken voor onze uiterst wetenschappelijke test. Is niemand echt onder de indruk van het feit dat ik gewoon al 2 keer heb gemaakt? Ik ben enorm onder de indruk. Heb jij je ogen laten vallen op een van deze drie gaming PC's, maar ben je nog benieuwd naar design? Dan kun je onderin klikken op het hoofdstuk design. Ja, dus ga er even lekker achterover zitten, regelen wij de rest. Het allerliefste wil jij natuurlijk gamen op de allerhoogste settings, zodat je games er spectaculair uitzien, maar hoho, dat gaat niet zo snel. Dan moet je rekening houden met een paar dingen, namelijk de krachtigheid van je videokaart, de snelheid van je processor, de hoeveelheid werkgeheugen die je hebt, en of je wel genoeg SSD-opslag hebt voor al die games. Ja, en die videokaart is best wel een behoorlijk belangrijk iets in jouw gaming-PC. Dat zorgt er namelijk voor hoe goed de visuele elementen van jouw games overkomen. Dus hoe mooi je games eruit zien en hoe soepel alles loopt. Dus laten we even kijken welke videokaarten er in onze drie gaming-PC's zitten. Ben je nou een beginnend gamer, maar wil je wel een videokaart die in ieder geval nieuwe games op hoge instellingen speelt in Full HD, dan zit je eigenlijk wel goed bij de Nvidia GeForce GTX en in die AMD Ryzen 5 gaming PC zit een hele aardige Nvidia GeForce GTX 1660 Super. En als je dan een stapje omhoog wil, dan kom je al snel in de RTX range terecht in plaats van de GTX. Wat te denken bijvoorbeeld van de Nvidia GeForce RTX 2000. Een videokaart die zich voornamelijk focust op raytracing. Dus hoe lichtinval weergegeven wordt, hoe het werkt met reflecties in-game. Kortom, fantastisch mooi beeld. En de kaart heeft ook nog eens een beter videogeheugen dan de GTX-serie. Wil je nou het neusje van de zalm en super realistische graphics, dan moet je gaan voor de GeForce RTX 3000-serie. Hiermee kun je gloednieuwe games in superhoge settings spelen in 4K. In de Lenovo Legion zit een RTX 3060. Nou, dat is een hele goede allrounder, maar ben je nou echt een hardcore gamer, dan ga je natuurlijk voor de RTX 3080 in de HP Omen gaming PC. Schappig, want mijn oom en tante hebben er zo in. Sorry. Sorry! Wordt wel gewaardeerd. Naast een goede videokaart heb je natuurlijk ook een goede processor nodig. Dat is belangrijk voor hoe snel alles gaat, want de processor is eigenlijk verantwoordelijk voor het aansturen van jouw games. En hoe sneller je processor, hoe meer per seconde er aangestuurd kan worden in je games. En wil je nou een goede gameervaring hebben, moet je eigenlijk toch wel minimaal een AMD Ryzen 5 processor hebben of een Intel Core i5. En in die AMD Ryzen PC zit natuurlijk een AMD Ryzen 5 processor. Dan hebben we nog de Lenovo Legion waar een i5 in zit en de HP Omen, top of the bill hier, heeft een i7. En dan heb je nog het werkgeheugen, ook wel intern geheugen of RAM genoemd. Dit is een beetje het korte termijn geheugen van je processor. Dit bepaalt eigenlijk de snelheid van bijna alles op je computer, maar vooral hoeveel taken je tegelijk kunt uitvoeren en hoe zwaar deze taken kunnen zijn. Voor een gaming PC wordt tegenwoordig een minimum van 16 GB werkgeheugen geadviseerd. Doe je daarnaast ook nog Twitch streamen, dan is 32 GB echt niet overbodig en dan wordt je computer ook meer toekomstbestendig van. De AMD Ryzen en de Lenovo Legion hebben 16 GB werkgeheugen en de HP Omen heeft 32 GB. De SSD, oftewel de Solid State Drive, is een soort van harde schijf waar je bestanden en dat soort dingen opslaat. Alleen een SSD is veel sneller dan een normale harde schijf. En dat is dus goed nieuws voor gamers die niet te lang willen wachten totdat hun PC of hun games traag opstart. Nee, die AMD Ryzen 5 game PC zit een SSD van 500 gig. In de Lenovo Legion zit er een van 512. En de HP Omen, hou je vast, heeft 2000 gig. Oftewel 2 terabyte dus. En dan de reviews, want het is natuurlijk ontzettend belangrijk wat er allemaal door jullie gezegd wordt. Gaan we eerst naar de AMD Ryzen 5 game PC. En daar zien we heel veel tevreden mensen. Iemand die zegt GTA 5 op de hoogste instellingen in Full HD is geen probleem. Fortnite draait gewoon lekker op 200 frames per seconde. En iemand anders die zegt van nou, ik ben heel blij dat de games allemaal zo lekker en snel lopen vanwege die SSD.
Ook de reviews van de Lenovo Legion zijn positief. Iemand zegt daar bijvoorbeeld, hey, ik kan gewoon alle games op 1440p op max settings draaien. En we hebben een Minecraft speler die zegt van, ik speelde eigenlijk niet zoveel Minecraft meer, maar nu ben ik weer helemaal terug. En die dankt daarvoor de RTX. HP Omen wordt door zijn specs een monster van een desktop genoemd. En een andere gebruiker laat weten dat hij de meeste games op ultra settings kan spelen. Leuk en aardig natuurlijk dat wij hier een uurtje zitten te babbelen over game PC's. Maar het gaat maar om één ding en dat is het gamen zelf. Dus wij doen een uiterst wetenschappelijke test. Hoe staat het met de FPS van een zware game op al deze PC's? Simon zit nu hartstikke diep in een potje Fortnite en dit is bij 1080p en linksbovenin kunnen we zien dat we op dit moment 44, 45, 43, 42 frames per second, dus rond de 40 frames per second. Simon, je moet hem ook hebben. Maar hij gaat je echt pakken. Nope. Door midden. Is niemand echt onder de indruk van het feit dat ik gewoon al 2 kills heb gemaakt? Ik ben enorm onder de indruk. Simon is nu een nieuw potje Fortnite ingedoken, dit keer op de Lenovo Legion. Zelfde instellingen, Full HD, max settings. En we zien nu dat de framerate echt wel meer dan 2 keer zo hoog ligt. Dus nu zitten we op de 115, 104. Ziet er goed uit. Nu jouw spel nog even. Kom op. Daar is gewoon iemand. Ik heb een kip overgereden. Nou, we zijn nu aangekomen bij het bakbeest van de 3. Ik eliminate hem! Oh, okay. Je mist weer een kill. Nog een kill. Komt ja. Probeer je te werken. Ja, ga maar door. Ja. Dit is de HP Omen. Dezelfde instellingen, Full HD, max settings. En we zien nu dat de framerate echt boven de 120, 130, 140 zelfs. Ja, kan ook aan mij liggen. Ja, dat doe je niet zo goed. Ik heel goed aan spelen ben. Ja, dan gaat de framerate van omhoog. Zit nu zo'n 150, zag ik. Ja, waar staan de kills? Daar rechtsboven, 2. Boom. Ben je nou een broodje aan het eten? Nee, ik moest even healen omdat ik zoveel kills heb gemaakt al. Moet je oren even bijkomen van al dat moeilijke gamejargon? Geen probleem, want het is tijd voor de ogen. Wij gaan even lekker kwijlen en kijken naar hoe mooi deze game-pc's eigenlijk wel niet zijn. Want zeg eerlijk, je wilt niet dat die goed is, je wilt ook dat die er gewoon lekker uitziet, toch? Deze gaming-pc's zien er alle 3 prachtig uit. Ze hebben allemaal een zwarte behuizing, allemaal een glazen inkijk, zodat je mooi de binnenkant kan bewonderen. En ben je nou een fan van RGB, dan hebben ze alle 3 fans met RGB. Heb je lang over nagedacht, hè? Een goede game PC neemt natuurlijk ook wat ruimte in beslag en je hebt waarschijnlijk maar 1 bureau, dat moet er allemaal netjes precies oppassen. Dus is het wel belangrijk om te weten wat nou precies de afmetingen van deze PC's zijn. En dat ontloopt tot elkaar niet heel veel, ze zijn alle 3 ongeveer even breed. De AMD Ryzen is wat hoger dan de rest en de HP Omen is wat dieper. Dus die kan misschien een klein beetje uitsteken op je bureau, maar als ik zo doe, komen er allemaal centimeters en afmetingen in beeld, dus kijk daar even naar. Ja, en hopelijk mag dat ook bij het gewicht, want gewicht is wat ik ga vertellen. Bij verschillende formaten horen natuurlijk ook verschillende gewichten. Het is natuurlijk fijn om te weten welke van deze bakbeesten je het makkelijkst mee kunt nemen naar een LAN-party. De AMD Ryzen is daarbij 8 kilogram. Kun je makkelijk met die AMD Ryzen? AMD Ryzen. De Lenovo Legion is 14 kilogram en de HP Omen is 18,7 kilogram. En dan zijn er nog een paar andere dingetjes waar we het ook nog even over moeten hebben. Namelijk de ventilatoren en de aansluitingen. Binnen zo'n game PC, als die hard aan het werken is, je zit lekker een paar uur lang te gamen, dan wordt alles steeds warmer. En warmte en elektronische componenten gaat niet goed samen. Dus het is belangrijk dat je een goede ventilator hebt, zodat ook je onderdelen zo lang mogelijk goed blijven. En als je op tijd naar de bioscoop gaat, heb je ook een betere plek dan een ventilator komt. Deze zat al in een aflevering. Ja, ik ga hem elke keer erin. Naast dat de ventilatoren er mooi uitzien, hebben ze dus ook een belangrijke functie om de boel koel te houden. Maar daar zit ook een keerzijde aan, want ze kunnen lawaai maken. Ja, en hoeveel lawaai dat is, dat gaan wij testen. Dat was de test en is het nu tijd voor de reviews. Want in de reviews las ik dat de Lenovo Legion wordt geprezen om het feit dat hij weinig geluid maakt. En dat niet alleen. Ik las ook de volgende review. Die zegt... Snel, 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 stil, mooi, stil en mooi en snel. Mooi. En verder lezen we ook in de reviews dat deze computer super stil is tijdens het gamen en het label krijgt geruisloos. Kijk, en dan is er nog een dingetje, namelijk de aansluitingen. Want het is leuk zo'n gaming PC, maar je wilt er op zijn minst bijvoorbeeld een monitor op aansluiten. Of 2 monitors, of 3 monitors. En daarom hebben wij even jullie op een rijtje gezet welke aansluitingen horen nou bij welke gaming PC. Zit die daar? Ja, dan komt die in beeld. Oh, ja, ja, ja.
Goed, we hebben alle drie de gaming PC's nu uitvoerig besproken. We hebben de reviews erbij gehaald. En we hebben ze vergeleken aan de hand van de specs. Maar wat is nu het eindoordeel van de kopers op bol.com? De AMD Ryzen krijgt 4,6 sterren. En de Lenovo Legion en HP Omen krijgen 5 sterren. Concluderend, de AMD Ryzen is eigenlijk de ideale instap-PC. Lekker toekomstbestendig, maar niet het nieuwste van het nieuwste. De Lenovo Legion is die PC voor mensen die het echt graag wat meer doen. Wat meer games op de hoogste setting spelen. En ook iets meer budget erin willen steken. En dan heb je nog de HP Omen en dat is wel het hardcore bakbeest van vandaag. Met ja, eigenlijk de snelste videokaart, de snelste processor. En dat is echt voor mensen die niks liever willen dan de hele dag gamen. Matcht een van deze game PC's nou precies met jouw wensen? Dan kun je morgen Call of Duty al spelen. Want we hebben hier in de beschrijving wat linkjes naar de drie besproken desktops. Kun je meteen de prijs checken. En als je op i'tje klikt, dan ga je meteen naar bol.com. Bedankt voor het kijken. Laat in de comments even achter welk van deze drie gaming PC's binnenkort op jouw bureau staat. En als je er een hebt aangeschaft, laat dan ook even een review achter op bol.com. Dan kun je ook weer anderen mee helpen. En vergeet ook niet te abonneren als je de volgende sterrenreviews met ons niet wil missen. Ik zie je graag snel. Please. Doei. Doei.